Kijk eens hoe mooi een muurschildering. Heel erg mooi. Bij de Haagse Bluf. Haagse Bluf staan we, hoor ik net. En mijn moeder is nog steeds. En Jantje is ook nog steeds. Hey Jan. Ja. Hoi. Hé, hey, hallo. 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 Tjes. En dan we daar al daar bij. Ik vind dat echt heel mooi. Ja, de Hero heeft water in gezeten. Twee kranen en daar komt dan het water in neer. Jammer dat het droog staat. Zoiets moeten ze in werking houden, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Daarom zeg ik, wie ben ik? Wat ook heel mooi is. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Dus dit. Dat inhammetje, daar hoort eigenlijk een beeldje in te staan, vind ik. Ja, maar daar sta jij in de weg weg. Een eitje. Zo is er nog een. Is ze mooi, hè? Ja, ja. Of niet dan? Ja, heel mooi. Heel mooi. Ja, precies. Precies. Maar alleen, ik ga even draaien. Ga je draaien? Ja, want er komen mensen aan. Oké. Okay. Doe het zo, hè? Ja, precies. Dus ja. Komt goed. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik sluit hem weer. Ja, en vonden jullie het ook leuk dat ik en Jan daar was? Nee, ik vond het helemaal niet gezellig. Nee? Wat en jij? Nee? Nou, nee, jammer dan. De kom weer ongezellig gewandeling door de stad. Ja. Die ongezellige bezoekjes in de winkel. Ja. Waar we ook niks leuks gevonden hebben. Die bijouteriezaak werden we uitgescholden. Waarom? Ja. Met die ketting die ze niet wilden terugnemen. Nee. Die ook zo lelijk was, die lelijke ketting. Ja. Waar ook niet blij mee bent. Nee. Nou, even serieus. Nee, ik vind het geen zak aan. Nou. En u heeft nog wat gratis in de stad. Daarom, nou, krijgen we nog het. Mwah. En ik ben zeer trots op die twee. Want ja, ze hebben dus een meneer geholpen die was gevallen. Dat ambulance en alles erbij moeten komen. Politie was zomaar ter plekke. Dus ik ben super trots op hun, want hun hebben voor EHBO en alles geleerd. En doen ze nog steeds. En dat moet je blijven doen. Kijk. Daar hangt de certificaten allemaal van mijn liefhebbende dochter Karin. Dat ik ben zeer trots. En die van jou zullen wel op je eigen huisje adresje hangen. Nee? Netjes opgeborgen. Netjes opgeborgen. Mooi in te lijsten, mooi trots op te zijn. Ja, dat hun hebben hun best gedaan en daar ben ik super trots op, Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ik sluit nu af, want ik moet zo naar de trein en dan naar huis. Ja, doei doei. Ja. Dag lieverd, ik hou van jullie. Wij ook van uw man, wij ook. Ja, daar kan ik toch niks aan doen. Sorry voor de AVG. Ja. Ja, voor mij geen beeld komen. Nee, voor mij mag het. Ik hou van jou, mij. Hoe heet je? José. Wil jij haar eventjes mijn naam? Ja, kun je me volgen en jullie ook. We vloggen allebei, hè? Oké. Okay. Helemaal goed. Dan moet ik door. Waar zit ze eigenlijk? Als ik thuis ben, dan bel ik wel even. Ja, is goed, man. Oké, schat. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik ben op Haarlem beland en ik rij eventjes doelloos rond. Want ik moet een half uur wachten tot de volgende trein na de Helder aankomt. En dat ik daar dan ingeholpen kan worden. Dus ja, het is niet anders. Ik moet het er maar mee doen, hè.
Maar het komt allemaal wel goed. Ja hoor, het komt zeker goed. Maar in ieder geval, ik vlog wel weer als ik thuis ben aanbeland. En mijn bakje koffie voor mijn neus heb. Daar, ja, die zou ik nu al graag willen hebben, maar helaas. Het is niet anders. Ja, Haarlem. Nou ja, ik rij nog even een stukje door. Even van de frisse lucht nog genieten. Tot ik weer zo die muffe trein in moet. Maar dat komt ook wel goed. Ja. Ik heb een hele leuke gezellige dag gehad. Enkel, ja, het was eventjes schrikken dat die meneer viel. Dat we geholpen hebben. Roderick en Karin die hebben eerst de hulp toegepast. Politie al snel ter plekke. Tenminste ter plaatse, hoor je te zeggen. Ambulance die liet even wat zich, langer op zich wachten. Karin die heeft hem geloodst vanaf de weg naar dat kleine weggetje toe. En ik heb dus met mijn scootmobiel de boel gebarricadeerd. Zodat de fietsen, brommers, taxi, boel eromheen konden. In plaats van dat ze er tegenaan gingen rijden. Dus ja, het was allemaal niet zo leuk aan één kant. Maar ja, ik kreeg toch een compliment van de politie dat ik dat gedaan had. Met de scootmobiel dwars over de weg heen. Knipperlichten aan om toch op zo'n manier te kunnen helpen. Dat, ja, ik ben er helemaal blij mee wat dat er gaat. Ik heb toch een goede daad gedaan. Ja, er zit nou spanning in me, want ik heb dit nog nooit meegemaakt op zo'n manier. Nee. Maar ook daar kom je wel weer overheen. En ja, ik sta hier even lekker alleen. Niemand om me heen. Lekker rustig. Ja. Het is wel de hele dag triest geweest, maar we hebben geen regen gehad. Het was ook niet al te warm, maar toch ook weer niet koud. Het hing er net tussenin te schommelen. Maar oké, maakt allemaal niet uit hoor. Nee, we gaan er gewoon door, toch? Maar lieve vrienden, ik zou zeggen tot later vanavond. Als ik thuis ben, meld ik me en dan meld ik me ook gelijk weer af voor de nacht. En dan ben ik het zat. Ja, dan heb ik genoeg gehad, genoeg gereisd, genoeg gedaan. Ik ben nou weer kapot, dus ja. Ben er nog niet. Nee, ik heb nog heel tijd te gaan. 21 uur 49 geloof ik dat ik in Den Helder aankom. Maar ja, Astrid die zit lekker thuis te wachten. Ja. En als ik thuis kom, dan gaat zij gelijk weer weg, want dan wil zij ook naar huis. En daar gaat mijn mobiel, dus ik zal even kijken wie, wat, waar. Ze zeggen, doei doei!